Alle landbouwschappen zijn afgeschaft. De landbouwschappen zijn afgeschaft. Er zijn productschappen voor teruggekomen. En in de vleeswerk van de varkens zit Jos Raamakers. Zit het zedelde jaren op die productschapstoel. Ik heb... Zo. Als hij op dit moment op die stoel zit en tussen kerst en oud en nieuw de slachthuizen dicht doet voor vakantie. De eerste week van januari nog vakantie. En wij zitten voor kerstmisvlees te produceren, tijdens kerstmis, tussen kerstmis, oud en nieuw en de eerste week van januari vlees te produceren. Dan zeg ik, wij zijn van oudsher de eigenaar, die macht neem ik nog steeds, van vroeger is dat zo. En dan moet Jos Raamakers via zijn methodiek van het productschap nu niet op de stoel gaan zitten, net of hij de eigenaar is van die slachthuizen. Dat is mijn verhaal. En dan vind ik meneer Wino Zwaanburg en u meneer Uitzalm ook uw verantwoordelijkheid. Spreek hem daar maar pikkelaar op aan, want de kolomvorming is prima. Maar op zijn stoel van Jos Raamakers zijn wel 30, 35-jarige nieuwe mensen met visie, hoeft u en ik niet te zijn, die gewoon met een schone lijn beginnen en eigenlijk met een vol geweten op die stoel gaan zitten zoals zich hoort. En wij missen de juridische ondergrond in de landbouw op dit moment. Ja, dat is een paar opmerkingen over maken. Ik word een weken bediend. De Raamakers heeft aangegeven dat hij 1 september opstapt. Dus ja, u zegt gelukkig, maar als je het spanningsveld op dit moment ziet, wil ik toch even de actualiteit toelichten. Is dat we te maken hebben met een of dat je het leuk vindt of niet, met een hele krachtige vion. Die zowel voor als achter de schermen enorm invloed aanwendt binnen het productschap. En die zijn er gevoelig voor. Maar ook Europees niveau hebben ze zelf lobbyisten. In Den Haag kom ik ze tegen. Die lobbyen voor hun eigen lobby. En dat is niet per definitie in het boerenbelang wat daar gelobbyd wordt. Het is slachterijbelang. Ja, als je heel ver terugkijkt, was het vroeger coöperatie. Nou, ze hebben bewust die lijntjes doorgeknipt. Dus het is gewoon een commercieel-privaat bedrijf. Punt. Dat betekent dat je er ook wat zakelijker tegenover moet staan. En wat zakelijke tegenover moet stellen in het sturen met aanbod en gewoon je positie afdwingen in die markt. Door daar een ander poppetje neer te zetten, dan geef ik op dit moment het signaal af dat het ene poppetje weggaat, heeft te maken met sturing in mijn beleving namens Vion. Dat wil dus zeggen dat ze het met poppetje niet konden vinden, dus er komt een ander poppetje wat ze wel past. Nou, dan is ook maar de vraag, of dat je daar veel beter mee af bent. Buiten wat ik persoonlijk van de heer Raamakers vind en zijn functioneren. Maar dat is voor ons ook een gegeven. Dus het ligt wel wat genuanceerder als ik hier breng. Kern van het verhaal blijft, boeren hebben macht. Je hebt zelf zeggenschap, je kunt zelf actie ondernemen op je bedrijf, met je buurman of in je omgeving. Nou, het studieclubverband, hier zijn het ook eigenlijk meer uit de studieclub voortgekomen, heb ik begrepen ook. Zoek elkaar op en geef elkaar of een paar personen binnen zo'n clubje het vertrouwen en begin gewoon. En denk niet meteen in problemen. En